Hallo, ben de vereniging en hallo en welkom met een nieuwe vlog. Ja, het is later, dan normaal. Ik vlog altijd nadat ik uit school kom. Direct, meteen en zodat ik. Ja, waarom? Ik weet het ook niet. Maar dat doe ik. En nu is het bijna 8:30 s'avonds. En ik kom net buiten weg. En wat heb ik voor me staan? Appeltaart. Yo, ik heb tegenwoordig in elke vlog. Eentje. Hier ligt ook nog een zak met varkensjes. Waar ik een appeltaart. Kijk. TELRAAM is niet zo raar met kruidjes om te tellen. En het is een programma waar je boekhouden en zo leert. En dat is een goede oefening voor het examen. Want over drie weken heb ik examen. En over 2 weken heb ik al praktische examen. Dus dat ging al mooi op. Ik zei een paar vloggen terug dat ik de praktische opdrachten nog moet doen. Dat klopt. Maar ik heb een overleg met mijn mentor en die zei op de thuis even goed oefenen. Dan lukt het ook wel. Kijk. Kijken hoe
alles in te werken. Maar ik wil niet proberen te doen in de weg. Want Telrraam is belangrijk voor het examen. Dus ik kreeg een brief mee. En daar stond een voorlicht strookje in. Of de mail doen. Voorlicht strookje in. Wil je meedoen aan de training? Ik weet niet hoe die training is. Maar die vindt plaats wanneer ik al van school af ben, zeg maar. Wanneer ik de examen al heb gehad. En ik ben gek om weer naarheen te gaan. Dan ben ik een keer vrij. En dan ga ik ook op school om me te trainen. Als ik het dus ik ga dus. Maar die training is ervoor bedoeld om stevig in de groene te staan. Omdat wij gehandicapt zijn. Dus wij moeten goed voor onszelf opkomen. Dat doe ik wel. Ja, ik ben gehandicapt. Maar, hoe je, zo wat. Zo denk ik ook, dat die training, die hoeft van mij. Verder heb ik het gedaan. Ik zou zo even op een tablet houden, maar die moet natuurlijk even aan. Ik doe het een keer per dag, in ieder geval, want ik heb die oude. Die wil niet meer opstarten. Dus ik gebruik deze, wat regelmatig. Ik heb mijn bloedsuiker ding aan de stroom. Die wat leeg. En die moet natuurlijk vol. Want ik moet hem dag en nacht bij mij hebben. Dus die moet vol. Ik zit nu op een bureau, dus daar kan ik mooi aan de stroom. Ja, bedankt jullie voor het kijken, voor het liken, voor het abonneren. Ik ga mijn abonneren opeten en scan jullie de volgende keer. Trouwens, jullie vragen je af, misschien, waarom heb je een appeltaart? Nou, één, het is lekker, en twee, mijn ouders zijn 10 jaar getrouwd. Dus, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hoi. Godverdomme.